Hey kijkers, wat is David Games? Welkom bij een nieuwe Akinator. Waarschijnlijk is Akinator nog helemaal overstuur, omdat ik de vorige keer allemaal Kingdom dingen heb gevraagd. Maar deze keer gaan we het hebben over YouTubers. Doe het lekker makkelijk, zo is het toch? Nou wil ik niet gelijk Milan Knol, Enzo Knol, dat soort mensen, Dylan Hagens, die worden direct geraden, ik weet het zeker. Dus we gaan het ietsje moeilijker doen. We gaan bij de wat kleinere of broertjes en zusjes van gaan we starten. En we beginnen bij een van mijn favoriete kanalen, Quinn. Uber Quinn Games natuurlijk. Is hij uit Nederland? Ja. Heeft hij een bekende broer? Ja. Is het een meisje? Waarschijnlijk niet. Speelt hij een personage in een Amerikaanse film? Nee. Is hij bekend van een reclame? Nee. Is hij een jongen? Ja. Heeft hij ooit Akinator gespeeld? Waarschijnlijk wel. Vaart je character over de zeven zeeën? Waarschijnlijk niet. Zit hij in Kingdom Antropia? Nee. Quinn heeft dat nog niet gevraagd aan mij, dus waarschijnlijk niet. Heeft hij iets te maken met insecten? Nee, het is geen Milan, het is geen mieren. Nee. Wordt het personage voor een zekere periode op je pizza? Nee. Heeft je karakter ooit seks gehad? Quinn. Ik zou haast zeggen, met al die fangirls, kijken hoeveel verzoekjes ik per dag krijg, zou ik haast zeggen, waarschijnlijk wel. Ja. Houdt je personage van wortels? Weet ik niet. Heeft hij een hechte band met Angelina Jolie? Weet ik niet. Schuurt je personage en schouders aan vampieren? Nee. Heeft hij een oudere broer? Nee. Heeft deze persoon met zijn video gehad op DRD? Dat weet ik niet. Is hij bekend van YouTube? Ja. Is je personage slim? Waarschijnlijk wel. Ik weet het niet. Is het een rockster? Nee. Is hij lang? Hij was heel klein. Weet ik niet. Heeft hij een jongere zus? Nee, wel een oudere. Dat is D. Nee. Leeft hij in de jungle? Nee. Is je personage meer dan 1000 jaar dood? Nee. Speelt hij handbal? Quinn. Even googelen. Ik zou zeggen van niet. Weet ik niet. Het is Milan Knol, het is niet Milan Knol. De eerste vraag was stom met dat broertje, had ik niet moeten doen. Nee. Volgende, ja. Speelt hij voor een jeugdteam? Weet ik niet. Komt hij voor in Konami? Nee. Nee. Draagt hij vakstrepen? Nee. Dat weet ik niet. Is er een pers... Nee, dat weet ik niet. Is hij echt? Ja. Heeft hij een vriendin? Dat weet ik niet. Zit je personage op een stoel? Nu? Dat weet ik niet. Is de gitarist? Nee. Speelt hij Minecraft? Ja. Nee. Is hij ouder dan 20? Nee. Ja. Nee. Ja. Weet ik niet. Ja. Nee. Het is niet Job Doe Maar Gamen. Het is Uber Quinn Games, hè. Dom varken. Kom op, zeg. Ik zeg gewoon dat het gelukt is. Want Uber Quinn Games is blijkbaar niet te vinden op Akinator. Nou ben ik wel benieuwd, wat als wij een typetje pakken van een bekende YouTuber. Mert, ik denk dat iedereen Mert hartstikke leuk vindt. Mertabi natuurlijk, heeft meerdere characters. En ik wil eigenlijk wel kijken of we de Marokkaan kunnen vinden. De rijschool. Speelt hij Minecraft? Niet echt. Komt hij uit Nederland? Ja, het gaat dus om de character van Mert, hè? Hij heeft geen gamekanaal. Heeft hij een kat? Dat weet ik niet. Ja, hij is een YouTuber. Houdt hij van bier? Nee. Heeft hij een vriendin? Ja, Teske. Is die personage gespierd? Ja, ook wel. Heeft hij zwart haar? Ja. Spreekt hij Zweeds? Nee. Heeft hij een auto? Ja. Heeft die personage een zus? Dat weet ik niet. Zit in een groep van 4 jongens? Nee. Hij is wel sterker gespierd? Ja. Game met ons HQ? Wie? Game met ons HQ. Aha. Slimme manier om reclame voor jezelf te maken. Oké. Nee, fuck jullie, Game met ons HQ. Maakt hij muziek? Nee. Is hij sterk? Ja, volgens mij is Mert heel sterk. Waarom wil je dat steeds weten? Heeft hij een hond? Volgens mij niet. Heeft hij een meisje gekust? Ja. Is je karakter een relatie? Ja. Maar stom, ik zit dan te meer over Mert te praten. Is hij blond? Nee. Ja. Ja. Weet ik niet. Joey Bravo? Fictief? Hoezo bestaat Joey Bravo niet? Nee, is niet goed. Volgende. Ja. Komt hij uit Servië? Nee. Hij kan Turks spreken. Hij speelt soort van films, ja. Heeft hij een hamer? Nee. Hij woont niet bij mij thuis. Hij is niet van lid van 4 Minute. Anderlecht? Nee. Het is een YouTuber. Is hij bekend door sport? Nee. Het is niet een hertog. Fuck. Ja, Mert. Maar. Op zich goed, maar nu willen we de rijschool weten. Mert is goed. Volgende? Nee. Ja? Nee. Het is een Marokkaan. Ik weet daardoor niet of het een moslim is, maar laten we zeggen van wel. Hij is bekend in Nederland. Het is geen rapper. Is hij ijdel? Ja, nogal. Hij heeft niet in mijn huis gewoond. Hij woont wel in Nederland. Hij zit niet op school. Hij spreekt Arabisch. Zijn personage, zijn vader, dat weet ik niet. Denk ik niet. Maar hij is niet overleden. Nee, hij is niet dood. Nee, hij is ook niet getrouwd. Liegt jouw personage vaak? Ja. Het is wel, ja. Is geen voetbalspeler?
Bruine krullen? Nee. Komt hij wel eens op tv? Nee, het typetje niet. Nee. Hij is niet uit Tsjechië. Hij heeft niet veel tattoos. Ik denk niet dat hij een vader is. Weet ik niet. Is hij ouder als 30? Nee, joh. Speelt je personage mee in horrorfilms? Nee. Komt niet uit Australië. Hammer was right. Ik geef het op. Het typetje van Mert is niet te vinden. Ik zeg al gewoon ja. Dan heeft hij een beetje een goed gevoel over zichzelf, ja? Laten we dan nu meneer IJsblok pakken. Ik heb dit zelf al niet gespeeld. Ik heb dus niks ingevuld. Ga kijken of meneer IJsblok te vinden is. Heeft je personage een gamekanaal? Nee. Hij is wel bekend van YouTube. Het is geen vrouw. Meneer IJsblok, hè? Heeft geen vriendin. Is hij ouder dan 20? Dat weten we niet. Is je personage echt? Nee. Hij is ook niet groen. Schrijft hij raps over videogames? Waarschijnlijk wel. Heeft hij wel een keer gedaan. Heeft hij benen of poten? Ja. Is hij slecht? Nee. Is het een dier? Nee. Heeft hij haar? Nee. Is hij klein? Nee. Heeft hij een broer of zus? Nee, dat zou wat zijn. Het heeft wel te maken met Minecraft. Het is geen god of godin. Het is geen professor. Oh my god, als hij dit raadt. Leeft je personage in de jungle? Nee. Draagt hij paarse kleding? Nee. Vecht hij? Nee. Komt uit een tv-serie? Nee. Is dat ook niet Naruto? Is het vecht niet met een zwaard? Is hij ooit in het buitenland geweest? Nee. Hij draagt geen kleding. Het is een villager. Nee, dat is hartstikke fout. Volgende, ja. Hij heeft twee ogen. Nee. Is hij getrouwd met een acteur? Nee. Hij komt uit een videospel. Hij heeft twee botermenen. Hij heeft, weet ik niet, meerdere pretparken? Nee. Het is geen robot. Woont hij in Nederland? Nee. Is hij van metaal? Nee, maar wel van ijs. Is hij zwart? Wow! Nee. Is de mens? Meneertje IJsblok? Weet ik niet. Bestaat je personage echt? Nee. Komt hij uit een horrorgenre? Nee. Heeft hij haar? Nee. Is hij YouTuber? Weet ik niet. Ja, hij loopt op twee pap... Oh my god, dat is bekend door Minecraft. Bestaat hij uit blokken? Ja. Is hij kaal? Ja. Heeft hij broek aan? Nee. Hij heeft niet meer dan zijn hoofd. Is hij sterk gespierd? Nee. Is hij een monster? Nee! Nee, geen Gossip Girl. Draag je personage schoenen? Nee. Stickman! Ouwe, Minecraft, hallo! Laatste poging. Weet je wat, fuck it. Ga het toch maar raden. Akinator, I beat you, motherfucker. Ha, kijk eens thuis. Laat eventjes in de reacties achter wat jullie graag zouden willen doen. Welk onderwerp ik de volgende keer kan laten raden door Akinator. Ik denk dat wij hem wel redelijk kunnen verslaan. Een like zou ook gewaardeerd worden. En uiteraard even abonneren op DDG. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doeg!